Ja, mevrouw Van Dijk houdt van duidelijke taal. Dat is heel mooi. En ze doet een mooi pleidooi voor verbinding. En het tegenovergestelde van verbinding is uitsluiting. En het CDA sluit mijn partij uit. Sluit de partij uit van Afgehaakt Nederland, van de partij van de mensen uit flats en rijtjeshuizen en tegeltuinen. Maar ja, dat kan. En meneer Bontebal, de leider van het CDA, zegt: ja, de PVV is niet fatsoenlijk. Oké. Maar wie schetst nou mijn verbazing dat het CDA in deze mooie stad, de residentie Den Haag, gaat regeren en gaat regeren met DENK? En DENK vorige week bij de herdenking van de gruwelijke aanval van Hamas op Israël was niet bij die herdenking. In de Rotterdamse gemeenteraad werd een motie ingediend tegen jodenhaat. Daar stemde DENK tegen. En ik heb hier nog een leuke foto gevonden. Dit is meneer Kuzu van DENK. Samen met Amin Abu Rashid, dat is een fondsenwerver van Hamas. En mevrouw Van Dijk, die van duidelijke taal houdt, van haar zou ik heel graag willen weten: waarom gaat het CDA in hemelsnaam regeren met een partij als DENK, die zo overduidelijk onfatsoenlijk is, en sluit het de partij van Afgehaakt Nederland, de PVV, helemaal uit? Mevrouw Van Dijk. Dank u wel, voorzitter. Nou, wij gaan niet over de samenwerkingen van lokale CDA-afdelingen. En als zij besluiten dat het in hun geval een verantwoorde keuze is, dan is dat hun keuze. Daar gaan wij niet over. En volgens mij is dat vrij duidelijk. De heer Bosma. Nee, maar u zou er wel een mening over kunnen hebben. En het is toch heel vreemd dat het CDA, ja, er is natuurlijk niet zoveel meer van over. Hè. Na de verkiezingen kunnen jullie in een Volkswagen kevertje. Jullie zijn niet meer de partij van 53 zetels van Ruud Lubbers. Maar jullie denken nog wel dat jullie 53 zetels hebben. Jullie denken nog wel dat jullie, hè, zoals meneer Van Iersel zei, we rule this country. Dat stralen jullie nog aan alle kanten uit. Dus jullie hebben dan de morele helderheid. Mevrouw Van Dijk heeft de morele helderheid om te zeggen. Haar partij heeft de morele helderheid om te zeggen: PVV is onfatsoenlijk. Maar tegelijkertijd, hier in Den Haag, de residentie, deze belangrijke stad, dan kiest men toch voor DENK. En dan vind ik het wel heel makkelijk om te zeggen: daar gaan ze zelf over. Maar mevrouw Van Dijk, die de woordvoerder is op het gebied van de rechtsstaat en van de democratie, noem maar op, zou daar ook gewoon een mening over kunnen hebben. Mevrouw Van Dijk. Ja, ik heb daar zojuist mijn mening over gegeven. En overigens neem ik er afstand van dat wij ons gedragen alsof we een hele grote partij zijn van 45 zetels. Want ik rij in een Volkswagen Kever en dat is prima rijden. Dat zou ik willen zeggen tegen de PVV. Ja. De heer Bosma. Ja, nou, ik zou hem ook niet wegdoen, want na de verkiezingen past de hele fractie erin. Dus u bent er al een beetje op voorbereid. Maar het is toch een beetje vreemd dat zo'n partij als DENK gewoon een ideale huwelijkspartner blijkt te zijn voor het CDA. En dat men zo een scheve redenering hanteert. En dan vraag je het CDA van: hoe komt het dan? Ja, dan komt het niet verder. Ja, dan gaan ze zelf over. Maar dat is toch vreemd dat je aan de ene kant de zedemeester bent van wat fatsoen is en wat niet fatsoen. En dat als het over je eigen partij gaat, dan kom je niet verder dan gaan ze zelf over. Van Dijk. Dank u wel, voorzitter. Nou, ik vind het heel fatsoenlijk om het recht wat de lokale afdelingen hebben om er zelf over te beslissen, om dat ook te respecteren. En dat doen we in deze.